Per Steeman, we zijn hier vandaag in Tubeke. Anderlecht is voor het eerst kampioen met de vrouwenploeg in 20 jaar. Dat is ook mee uw werk, hè? Maar ik probeer, de directie heeft mij carte blanche gegeven in het begin van het seizoen. En ik heb al mijn 20-jarige ervaring dat ik bij de mannen gehad heb, heb ik overgebracht denk ik naar de dames. Ik wou het op een meer professionele manier laten werken en ik denk dat dat zijn vruchten heeft afgeleverd. Ik hoop gewoon dat de directie mijn richting gaat volgen. En we hebben echt een hele goede groep. We hebben een echte groep. We hebben ook, ik denk, goede transfers gedaan. Met een mix van ervaring, jeugd. En ik denk dat dat, ja, dat je het ook ziet op veld. Dat die echt aan elkaar gehecht zijn. Een goede groep. Technisch goed. Fysiek heel sterk. En dat we de beter waren van deze competitie. Ja. Ja. Een aantal moeilijke matchen ook. Standaard uit in het begin van het seizoen. Gent misschien in het begin van de play-offs. Ja, je hebt altijd wedstrijden dat iets moeilijker is dan een ander. Natuurlijk, we hadden gehoopt van een dubbel te kunnen hebben met een beker. We hebben ook die wedstrijd verloren op Gent. Terecht, want we waren minder. Maar ja, ik denk dat die kampioenstitel toch het geheel is van al die maanden dat we gewerkt hebben. We hebben stages gedaan in Spanje. We hebben echt gewerkt van af, helemaal heel goed van, op alle gebieden. En ik denk dat dat ja, zijn vruchten heeft afgeleverd. Oké. Dankjewel en proficiat ook. Oké, dankjewel. Tot de volgende.